In een recente uitzending van Galit en Sophie werd denkleider Stefan van Baarle geconfronteerd met een omstreden verkiezingsposter die als antiqueer werd bestempeld. Mark Marie Huibrechts uit zijn diepe teleurstelling over het feit dat van Baarle niet stevig werd bevraagd over deze verwerpelijke boodschap. De poster toont bedrijven en organisaties met een regenboogvlag en de tekst zullen we weer gewoon doen. Huibrechts benadrukt dat het gebrek aan weerwoord tegen de denkleider hem zwaar valt. De boodschap van de poster lijkt volgens hem te suggereren dat de LGBTQ-gemeenschap terug de kast in moet om gewoon te doen. Hij bekritiseert de terughoudendheid van Galit en Sophie om dieper in te gaan op de betekenis achter de term gewoon, die volgens hem selectief wordt toegepast. De komst van Stefan van Baarle in de uitzending resulteerde volgens Huibrechts in een kulreactie op de homofijandige poster. Hij vindt dat de presentatoren hadden moeten ingrijpen en kritischer hadden moeten doorvragen. Huibrechts uit zijn frustratie over het feit dat de presentatoren niet de moeilijke vragen stellen die nodig zijn om de kwestie aan te pakken. In vergelijking met andere presentatoren, zoals Bo van Ervedorens, die volgens Huibrechts wel zou hebben ingegrepen, betreurt hij het gebrek aan actie van Galit en Sophie. De conservatieveren koers van Stefan van Baarle, zelfs op het gebied van transgenders, wordt ook opgemerkt en bekritiseerd in het gesprek.